Klein maar fijn, dat is een programma waar miniatuurbouwers eigenlijk in competitie gaan strijden tegen elkaar wie de beste miniatuurbouwer wordt van Nederland. In een nieuw seizoen van Klein maar fijn trekken 8 fanatieke miniatuurbouwers door heel Nederland in de strijd om de titel beste miniatuurbouwer van Nederland. Super spannend en ook echt heel heel erg leuk. Ik heb gewoon zo erg genoten en ja, echt wel verrast dat ik hiervoor gevraagd ben. Ja, de uitdagingen, dat is natuurlijk echt die tijdsdruk. Het is zo kort en je moet zoveel doen. En ja, dat is echt wel het allermoeilijkste. Je kan je ook helemaal niet goed voorbereiden, want ja, je weet natuurlijk niks. Dus je krijgt de opdracht en het is meteen nou, up, aan de bak en gelijk starten. Dat ben ik natuurlijk helemaal niet gewend. Hoewel Jenna dus heel goed is in miniatuurbouwen, is ze eigenlijk nog helemaal niet zo lang bezig met deze hobby. Eigenlijk pas heel erg kort. Ik denk nou, misschien een jaartje, 2 jaartjes. Ja, maar wel af en aan. Dus eigenlijk pas heel kort. Ja, vooral dat je je creativiteit erin kwijt kan. En ja, je kan eigenlijk gewoon creëren of maken wat je gewoon, ja, wat je maar wil. Ja, het kan zo gek zijn als je wil. Ja, dat is het leukste eraan. Op dit moment is Jenna bezig met een nieuw project waar ze heel enthousiast over is. Er staat hier ook aan de zijkant in de kast. Het is een kleine setting. Een beetje tuinschuurtje idee. En dan ga ik helemaal omtoveren met eigenlijk allemaal groen. Een soort van pergola komt er nog omheen. En ja, dat vind ik wel heel erg leuk om daar nu aan te werken. Jenna volgt het programma al sinds het eerste seizoen. Ze was daarna zo enthousiast dat ze zich gelijk heeft aangemeld. Ik heb eerst het programma gewoon op televisie gezien. Volgens mij in seizoen 1 al. Toen was ik heel erg bezig met kleine bedeltjes maken. Ik was ook bezig om eigenlijk via digitaal gewoon een karakter te ontwerpen en die te printen. Dus ik zat wel een heel klein beetje in, ja, in dat bouwen. Maar nou, ik zag het programma en dacht ik, oh, dat is hartstikke leuk. Ik ga me gewoon opgeven. En ja, opeens een paar jaar later werd ik opeens benaderd van, nou, vind dat nog steeds leuk om hieraan deel te nemen. De winnaar gaat met een leuk bedrag naar huis en Jenna weet al waar ze dat geld aan wil uitgeven. Ja, we gaan natuurlijk eerst ook wat spenderen aan hobbymaterialen, want ja, dat is gewoon heel erg prijzig. En ja, als er wat van overblijft, dan nou, misschien wel een leuke vakantie. Weet je al waarheen? Nou, Mexico of Indonesië of zo. Ja, dat staat wel op het lijstje.